eigenlijk wel benieuwd of Francine Hoeben ook gebruik maakt van de social enterprises. Of ze bij het uiteindelijke bouw, want ik hoor net inderdaad, nou ja, of het nou bij lichtontwerp of andere dingen. Dat kunnen we nu gaan uitzoeken. Een van Nederlands toparchitecten. Maar ook wel bekend, omdat als er over Francine Hoeben wordt gesproken, of het nou in een artikel is, of op de radio of op televisie is, wordt altijd gezegd, het is iemand die echt die stad als uitgangspunt neemt. Dat zegt misschien ook iets over andere architecten, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, Francine Hoeben doet dat. Die denkt na over wat er gebeurt. En ook hoe bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld wordt altijd genoemd natuurlijk, de bibliotheek. Waar echt nagedacht wordt, wat voor plek is dat nou in de stad? En hoe verhoudt zich dat tot de stad? Dus als er iemand op deze dag zou moeten spreken, is het wel Francine Hoeben. Dames en heren, mag ik u een groot applaus? Ja, ik was eigenlijk eerst wel helemaal niet te komen toen jullie vroegen last lecture. En dat werd ook nog gevraagd toen ik die dag ziek was. Ik denk, ik ga nog niet dood, ik kom niet. Maar, dus dat last lecture nam ik misschien heel letterlijk. En toen dacht ik, ja, volgens mij heb ik altijd mijn leven lang eigenlijk nagedacht wat de toekomst en wat met de maatschappij moet gebeuren enzovoort. Dus eigenlijk is het niks nieuws voor me. En toen dacht ik, goh, als het nou echt mijn last lecture is, dan zou ik misschien eens een paar slides moeten laten zien die ik de afgelopen 20 jaar mee bezig ben geweest. Waarvan iedereen dacht, nou, ze is een beetje gek of zo. En van ik denk dat ik daar toch een beetje, dat dat nog steeds moet gebeuren. Dus ik ga zoiets bij elkaar verzinnen. Ja, dus, en het gaat eigenlijk niet over architectuur. Ik moet ook even kijken hoe het gaat. Oh ja, misschien even dat, ik bedoel, als je zegt, wat is het rode lijn door mijn werk, is people, place, purpose. En dat wil ik eigenlijk ook vandaag zeggen, omdat hij heel vaak, ook rond die duurzaamheid, heel erg purpose-driven is. Hè? Of op getallen, of op programma's van eisen. En ik kan u vertellen, dat verandert, gaat allemaal veranderen. Ook het hele verhaal over energie en zo is superbelangrijk. Maar hoe het precies nou moet, dat is over 5 jaar weer anders dan over 10 jaar enzovoort. Nou, dan heb je place, natuurlijk gaat het heel erg over waar en wat, daar ga ik nou niet over hebben. Maar uiteindelijk gaat het om mensen. En wat ik eigenlijk wil vertellen vandaag is dat ik denk, als een soort rode draad door mijn werk is, dat ik heel erg vanuit het perspectief van mensen wil kijken. Dus ook letterlijk vanuit hun ooglijn. En dat is iets waar ik sinds 1999 ben. Ik dacht, ik ga even over mobiliteit praten. Want dat is toch heel erg interessant, omdat hier allemaal gemeentes bij elkaar zijn. En daar wordt soms in de ruimtelijke ordening nog heel ouderwets over gedacht. He, bijvoorbeeld, ik ben begonnen in 1999 als VROM-raadlid over... toen vond ik altijd dat die kaarten van de ruimtelijke ordening heel erg vanuit alsof je... Ik weet niet hoe ik moet gaan staan, hoor. Vanuit de ruimtelijke ordening alsof iemand vanuit de maan paarse en gele en rode blauwe lijnen tekent. Maar niet vanuit het perspectief van de dagelijkse reiziger. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. He, nou, daar had ik ook hele verhalen over dat wegen, en, zelfs snelwegen moesten een naam krijgen. En, wat ook heel erg interessant was, dat in die tijd was, ik heb nu denk ik over zo'n 20, 15 jaar geleden, is dat mensen dachten in Nederland dat wij steeds minder groen waren. Terwijl dat gewoon helemaal niet waar was. Nederland was steeds groener geworden. Kijk maar eens naar eens foto's uit de jaren 50 of 60. Nederland, het is echt veel groener geworden. Maar het is de perceptie van mensen. En onder andere is dat vanuit je mobiliteit. He, dus dit is een tekening die wij maakten, een grafiek. Is bijvoorbeeld je versnelt in het landschap en je vertraagt in de steden. Dus in jouw ervaring wordt het ook nog eens kleiner. Dat speelt ook mee. Iets wat veel te weinig gebeurt, vind ik. En ook, dit is eigenlijk een hele unieke foto. Wij waren gevraagd om de Zuiderzeeroute te ontwerpen. En toen dacht ik, ik wil al die... wat zijn dit, burgemeesters en commissarissen van de koningin? Iedereen die erover gaat, wil ik aan één tafel. Dus we hadden een tafel ontworpen en ik wil dat ze met elkaar praten. Ik vind dat er veel te veel, eigenlijk op een hele ouderwetse manier, alleen vanuit gemeentes wordt gesproken. Dus dit is eigenlijk heel grappig wie daar allemaal op staan. Maar het was voor mij ook heel serieus bedoeld. Het leuke was wel dat langs die Zuiderzeeroute, dat waren eigenlijk zo weinig gemeentes. Onder andere door Flevoland, wat natuurlijk zo weinig gemeentes heeft. Dat die mensen eigenlijk heel goed met elkaar konden samenwerken en spreken. Er is ook een soort dogma, ik heb veel onderzoek toen vanuit mobiliteit gedaan. En ik was bijvoorbeeld een enorme voorstander, dat was in die tijd dat eigenlijk alle snelwegen, werden al die bedrijventerreinen langs gezegd. Daar was ik op tegen, omdat wij dan als Nederlander denken dat inderdaad wij geen groene ruimte meer hebben. Maar dat kwam eigenlijk dat we opgesloten werden, omdat al die mensen uit ruimtelijke ordening die bedrijvenparken langs die wegen legden. En dat wilde ik weg hebben.
En want ik wilde mijn Hollandse panorama's laten zien. Want Nederland is een stedenlandschap waar tussen groene ruimte zit. En dat is de schoonheid van Nederland. Het leuke was dat wij ook werden gevraagd. Hè, dus ik wilde panorama's ertussen hebben. Maar ook hadden sluiter snelwegen bijvoorbeeld de flora en de fauna op. En dat moest ook open. En dat ging samenvallen. Dat vond ik een heel mooi moment dat de mens en de flora en de fauna samen gingen. Dit vind ik eigenlijk een hele belangrijke. Als je ziet, hè, ik heb toen een studie gedaan dat ik vond dat je hoogbouw, mobiliteit, maar ook het groen in Nederland aan elkaar moest gaan koppelen. Als visie, als ruimtelijke ordening. En ik maakte die tekening, ik weet niet meer welk jaar dit was, wat ik noemde Dutch Mountains. He, en dat ik eigenlijk zij eigenlijk construeerde vanuit dat als je groen wil, dat dan mensen het perspectief hebben, ook uit de stad, dat daar inderdaad een groene ruimte is. En dat die hoogbouw dan bij elkaar komt rond de mobiliteitspunten. Een enorm belangrijke visie is. En zo hebben we dat hier eigenlijk heel geconstrueerd. Maar ook als ik nu zie dat er eigenlijk ineens is er een enorme hoogbouwhoos. Maar die is bijna alleen maar, wordt die bijna gepusht waar op bepaalde plots iemand of een ontwikkelaar heel veel geld wil maken. Bijna als woningbouw, als een asset. Terwijl ik vind dat je echt een visie moet hebben als stad, maar ook eigenlijk afgestemd, hè, dit is dan de Randstad, ook afgestemd op elkaar, hoe je daarmee omgaat en hoe je dan de groene ruimtes in Nederland ook echt als de ervaring dat mensen naar buiten kunnen fietsen en lopen, dat ook als een groene ruimte blijven beschouwen en waarin het perspectief op de hoogbouw daar op een bepaalde manier niet verstorend in meespeelt. Dit was ook een kaart die ik maakte, maar die kom ik nog steeds heel vaak tegen. Dus een hele in de ruimtelijke ordening, die natuurlijk toch in Nederland nog behoorlijk op elke stad zijn eigen gebied is. Hè, terwijl, hè, dit is die kaart die ik maakte. Ik weet nog dat toen, hè, je hebt nog bijna dat je, ik woonde toen in Rotterdam, ik woon nog steeds in Rotterdam. Hè, maar dan is, bijvoorbeeld mijn bureau zat in Delft en mijn man zijn bureau zat in Utrecht. En mijn ouders wonen ergens anders en mijn zus woont daar. Dus dat je eigenlijk zoals jij dagelijks reist, heeft dat te maken met een heel gebied. Terwijl ruimtelijke ordening nog bijna van uitgaat dat jij in één stad woont en werkt. Maar dagelijks mobiel zijn een heel erg met elkaar te maken heeft. En dat vaak niet op elkaar afgestemd is. En dat steden elkaar vaak beconcurreren, wat eigenlijk volkomen gestoord, wou ik niet zeggen. Maar in ieder geval niet van deze tijd is vanuit het perspectief hoe mensen in hun land wonen. Daar hebben we gewoon hele verhalen over gemaakt, die zieke ding. Dit vind ik eigenlijk altijd nog een hele unieke, dat wij, ik denk dat dit in 2001 was, 4 camera's in een auto zetten. Google was het toen nog niet, hè, wat je nu hebt, dat is nu eigenlijk kan iedereen nu zo rijden, maar dat wij dat deden en dat we het rondje Randstad helemaal zo gefilmd hebben. Die beelden zijn er nog steeds. Ik weet eigenlijk niet eens waar ze liggen. Maar het is eigenlijk nog heel uniek dat we die beelden hebben. En dat we daar ook mee zijn gaan spelen en gaan analyseren. En bijvoorbeeld een van de leukste, want heel veel bijvoorbeeld rond mobiliteit zijn nog heel veel ouderwetse beelden. Bijvoorbeeld het woon-werkverkeer het grootste gebruik was. Dat was het toen ook al niet. Dat was al lang het sociale verkeer. Of bijvoorbeeld analyses waar je hier, dit is een tekening die wij maakten waar nog de panorama's zitten, waar je vrij kan kijken. En toen bleek ook dat dat het punt is waar de benzinestations zaten. En ja, waarom is dat zo? En toen zei iemand, ja, dat waren de goedkoopste stukken grond. Weet je, dus het is heel interessant om dingen met elkaar te vergelijken op facts en figures en dan kijken wat je daarmee wil doen. Nou, dan ben ik dan ook hoogleraar mobiliteitsinstituut geworden, hele architectuurbiennale. Het is een van mijn meest interessante, ik heb veel dingen gedaan, maar dit is voor mijzelf altijd een van mijn eerste interessante onderwerpen geweest. Ook als je nu terugkijkt, je hebt allemaal deltametropolen. Nederland is eenzelfde deltametropool, want over de hele wereld zit in de metropolen waar veel mensen wonen. En dat zijn bijna allemaal net zo vlak als Nederland, want het ligt bijna altijd bij de zee. Wij vroegen al die steden ook datzelfde onderzoek te doen als wij, met die 4 camera's in een auto. Want op dat moment was in al die steden nog de auto het meest gebruikte vervoermiddel. Behalve Tokio, die deed, en dat laat ik nu zien, deed vanuit de trein. En wij zijn natuurlijk ook die omslag aan het maken. En het aardige is, als je naar de ruimtelijke ordening van Tokio kijkt, is dat je de Dutch Mountain, de hoogbouw, zit in de stad. Maar dat je vanuit die stad ook de spoorlijnen gaan
naar de recreatiegebieden en naar de natuurgebieden. En dat het vaak trouwens ook één ontwikkelingsmaatschappij is. Maar als je niet uitkijkt, zitten wij nu hier altijd op een heel ouderwets beeld. En daar kom ik straks nog op terug. Dat er alleen een station naar iets gaat waar heel veel mensen wonen. Waarom willen wij, als Amsterdam zo, hè, of de steden zo verstikkend zijn, we willen mensen ook van de natuur laten genieten. Waarom mag er niet een station, daar kom ik straks op terug, ook in de natuur stoppen? Nou, ik ben op een gegeven moment die mobiliteit opgehouden, omdat ik een soort mensen me daar helemaal mee associeerden. Net zoals nu mij iedereen met of het buitenland of met bibliotheken associeert. Ik ben gewoon terug in Nederland, zeg ik, en ik ben weer dat aan het doen. Het aardige was ook dat ik voor de toekomst van Nederland 2040, dat was een verhaal dat ik hield voor het Centraal Planbureau, dat 65 jaar bestond, is de toekomst, en dat is natuurlijk toch interessant, is het gaat de wereldwijde competitie tussen steden. En wie, en dat gaat over wereldwijd, wie de slimme mensen aan zich kan binden. En dat is je concurrentiepositie. En dat daar eigenlijk ontzettend in meespeelt, en ik denk dat Nederland daar een ongelooflijk sterke positie in heeft, en dat blijkt ook, gewoon de levensstijl en hoe prettig het is hier om hier te wonen. Daar speelt weer mobiliteit en dat je hier gewoon kan fietsen. Ik heb zelf een bureau met heel veel internationale mensen. Die vinden dit een fantastisch land, dat de treinen echt wel op tijd rijden en klagen niet over het openbaar vervoer, wat hier veel mensen nog altijd doen. Maar dat het hier erg goed georganiseerd is en dat de scholen ook betaalbaar zijn. Dus dat hele speelt enorm mee in een sterke positie van Nederland. Een van mijn belangrijkste conclusies toen ik in 2003 de architectuurbiennale, dat wereldwijde onderzoek, afrondde, toen zei iedereen, wat is nou je conclusie? En mijn conclusie was de fiets. Ik merkte dat in al die landen, of het nou Los Angeles was, om de meest extreme stad te noemen, men wilde gewoon de fiets. En wat is er nu gebeurd, is dat inderdaad blijkt dat al die steden als onderdeel van die internationale competitie tussen die steden, die fiets en die mobiliteit en het comfort, en dat is dus niet die auto, die generatie is ook niet van die auto, dat een heel belangrijk onderdeel speelt. En dat wij, kom ik dadelijk ook nog op terug, als we niet uitkijken, daar al tevreden mee zijn hoe wij zijn, maar ook wij moeten daar gewoon in verder gaan. Ik heb zelf ook de omslag, hè, wat je zei, van je begint ook bij jezelf. Ik heb zelf ook de omslag gemaakt dat wij geen leaseauto's meer doen op het bureau. Of wij hebben iedereen, hebben OV-fietspassen en al die dingen. We hebben ze ook zelf doen. Ik vind de e-bike echt een enorme verandering in de ruimtelijke ordening. Dat moet je niet veronachtzamen. Ik heb zelf ook, je fietst echt, ik zit 20 kilometer tussen mijn huis en mijn kantoor. Ik fiets naar het Rotterdam Airport. Het is natuurlijk ook al, ik vind de jonge generatie echt een geweldige generatie. Hè, die natuurlijk ook ontzettend interessant mee bezig zijn. De hele mobiliteitsbalans is daar aan mee aan het veranderen. Er is een hele nieuwe werkelijkheid aan het ontstaan. Rond die mobiliteit, met het nieuwe werken, het anders oud worden enzovoort. Om dat ook echt mee te nemen. En ik heb altijd het idee dat toch die ruimtelijke ordening daar nog behoorlijk in achterblijft. Ook al deze nieuwe vormen van mobiliteit, die ook heel erg, dat daar ook weer onze fietspaden zijn, gewoon bloedlink. Wij lopen daarin achter, ook in wat wij spreken de ouderen nu hebben aan de scootmobiels. Onze ruimtelijke ordening loopt erop achter. Ik heb natuurlijk ook columns geschreven, maar ik zeg altijd, de fietssnelwegen zijn de ontbrekende schakel in onze mobiliteit. En als ik nog één ding als laatste speech, wat heet in dat laatste, last lecture? Verschrikkelijk. Ik zou ontzettend blij zijn als het nu eindelijk lukt om een goede fietssnelweg tussen Delft en Rotterdam te hebben. Hoeveel mensen uit Delft wonen niet in Rotterdam? Mijn halve bureau bijvoorbeeld, maar het is gewoon gevaarlijke, smalle fietspaden. Fietspad ook heel goedkoop. Ook zou ik de kledingindustrie erop willen aan sporen. Hè? Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Maar ook dat rond die mobiliteit daar iets aan te doen. Samenwerken, samenwerken, samenwerken. Dat is de enige toekomst op allerlei schaalniveaus. En ook nogmaals dat bewustzijn dat wij een uniek stedenlandschap hebben. Dat is er in de rest van de wereld niet. Hè? Die compacte, mooie steden heel dicht bij elkaar.
En dat we ook moeten ophouden tussen die steden te vechten. Zo leven de mensen ook niet. Hoeveel mensen werken al in Amsterdam en wonen in Rotterdam of op en neer sinds de hoge snelheidstrein er is. En dat we ook moeten ophouden dat dit verschillende gebieden zijn die elkaar concurreren. Wij zijn één gebied samen op die kaart, want zo wonen wij hier ook, zo leven wij hier ook. Want ook als je dat vergelijkt met San Francisco Bay Area, kan je dat heel, dan hebben wij het ook gewoon over één gebied en er wonen mensen dan ook in dat deel. De treinen, je ziet het nu al, het wordt al meer metroachtig. Het aardige is ook dat wij vanuit die treinen, ook weer vanuit het perspectief van de dagelijkse reiziger, bezig zijn om, om die treinen. Dat hebben we in opdracht van de NS zijn wij bezig met die treinen. Want Nederland loopt vast de komende jaren. Het past gewoon niet meer in die bestaande treinen. En tegelijkertijd verwacht de consument ook meer. Dus als je naar het interieur kijkt van de trein, is dat bijna nog bedacht door, nou, ik weet niet door wie, civiel ingenieurs misschien, of van dat er een vader en een moeder met twee kinderen op reis gaan of zo. Maar zo reizen wij helemaal niet. Het zijn allemaal veel meer individuen die ook allemaal verschillende dingen doen. We hebben veel korte afstanden, er zitten ook wat lange afstanden in. Dus wij zijn letterlijk uit het perspectief van de reiziger die treinen gaan ontwerpen. Net zoals we dat ook bij treinstations hebben gedaan, dat ook een ervaring is dat je, dus het station in Delft wat wij hebben gemaakt, dat je in Delft aankomt. Of het station wat we hier in Taiwan in Kaohsiung doen, dat je in Kaohsiung aankomt en dat we over dit treinstation, wat net de eerste fase geopend is, een heel park hebben getrokken, dat je ook mobiliteit en park bij elkaar kan brengen. Dat geen verstedelijk punt moet zijn, maar dat het ook iets bij elkaar ontmoeten. Ik wou toch nog iets over die treinstellen vertellen, die we aan het onderzoeken, waarbij er eigenlijk twee treinstellen zijn die meer metroachtig zijn, waar je heel makkelijk uitstapt. En de toestellen daartussen, de bakken heet dat, meer zijn voor op andere manieren en rustig bij elkaar zitten. Nou, dat hoef ik nu, dat kan ik op internet kijken hoe dat zit, maar dat je ook letterlijk een room met een view hebt, dat je werkend in de trein naar buiten kan kijken en dat je ook heel erg inspeelt op de pieken en de dalen die treinen hebben. En waarvan de eerste en de tweede klas misschien eigenlijk geen verschil is of dat je die in tijd kan bijstellen. Eén belangrijk ding waar ik dan nog vanuit het perspectief, dus mijn advies is heel erg, en ik denk dat het trouwens ook de voorbeelden zijn die net Willemijn noemt, denk vanuit het perspectief van mensen. Als je dat doet, maakt dingen veel simpeler. Daar hoef je ook geen vrouw voor te zijn, zeg ik dan altijd. Dat kunnen al die mannen ook, want er wordt wel gezegd dat vrouwen dat kunnen, of iemand met een gekleurd gezicht of zo. Dat moeten we allemaal doen. Zo wil ik heel erg, ik mag ook het masterplan maken voor het nieuwe masterplan voor het nieuwe nationale park Nieuwland, waar Oostvaardersplassen bij horen. Ik wil gewoon een treinstop in de Oostvaardersplassen. Ik wil vanuit Amsterdam of Rotterdam of hier uit Amersfoort met de trein naar de Oostvaardersplassen kunnen gaan, daar kunnen stoppen en met de fiets en daar te kunnen gaan lopen. Dus dat is ook dus dat fietspad tussen Amsterdam, tussen Delft en Rotterdam. Het station Oostvaardersplassen wil ik. En ik wil, daar ga ik nu niks over vertellen. Ik zou ontzettend graag willen dat vanuit dat perspectief, waar al die lagen van mobiliteit, werkgelegenheid, leren, educatie, duurzaamheid, de nieuwe energietransitie, haventransitie, dat vanuit het perspectief van de mensen uit Rotterdam-Zuid, er ook in Rotterdam-Zuid wordt gewerkt. Nou, dat is even weer mijn lijstje van wat ik nog als last lecture wilde meegeven voordat ik vertrek of zo. Of ik weet niet waar ik heen ga. Maar het gaat heel erg over, denk vanuit die mensen en denk niet zo alleen vanuit je eigen plekje als bestuurders. Ja.